Hallo en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Lieren en vandaag zijn we eindelijk in het park waar ik eigenlijk al heel erg lang naar uitkijk. Voor de attractie waar ik al heel lang naar uitkijk. Je ziet hem misschien op de achtergrond al een beetje draaien. Ze zijn al bezig met de testritten en dat is het park, Thorp Park Resort is het zelfs. En waar we met name heel erg voor komen is Hyperia. Hyperia is dus de achtbaan die dit seizoen is geopend. Volgens mij is het nu ondertussen 2 maanden open, dacht ik. Er staat hier onder andere nog Stealth. Dat is de snelst accelererende launchcoaster ter wereld. Gaan we ook gelijk mee pakken. Tenminste, als die open is, dat is altijd afwachten. Ik verwacht dat daar geen problemen vandaag mee zijn. En dit park is eigenlijk een klein beetje te vergelijken met een Walibi in Holland. Of Walibi in Nederland. Dit is echt alleen maar trailing coasters, heftige achtbanen. En niet zoveel aan thematisatie en dergelijke. Dus we gaan ook gewoon echt met name heel veel attracties doen, weinig van thematisatie kunnen zien, want dat is gewoon heel beperkt hier. Maar ik heb wat beelden van Hyperia zelf al gezien en ik zie hem hier nu zelf en het ziet er gewoon heel gaaf uit. Ik heb er echt gigantisch veel zin in om hem te gaan doen. We zijn lekker op tijd hier, we hebben tascontrole al gehad, we zijn door de metaaldetectors heen geweest. Dat doen ze hier wel heel erg extreem. Het zal waarschijnlijk nodig zijn. Ik heb er nooit een heel erg probleem mee, want ik heb niks te verbergen. En het is uiteindelijk voor iedereen zijn veiligheid. Dus ja, ik heb er nooit zo heel veel commentaar tegen als het maar lekker doorloopt. En ze hebben genoeg mensen hier staan. Ze zijn lekker op tijd begonnen met de mensen binnenlaten. Dus wij gaan lekker het park op en ik denk dat we gelijk met Hyperia gaan beginnen. Nou, we hebben hier op de brug bij de ingang van het park. We hebben net even een naar Hyperia zitten kijken, want die was al bezig met de testrondjes. En daar zijn ze dus op dit moment met de laatste testrondjes bezig. En dan hebben ze voorin dummies zitten, waterpoppen, om het gewicht een klein beetje te nabootsen, zodat hij het iets beter doet. En iets reëler is qua wat hij erg doet. En daar doen ze met de laatste testritten, halen ze het bovenop de doppen eruit. Zodat tijdens de laatste rit, dat ze met die popperijen het water mooi uit die poppen kan komen. Dat ze meestal water kwijt zijn. En dan zie je altijd heel goed wanneer je dus het moment hebt dat je uit je stoel wordt gelicht. Daar hebben ze 2 rondjes van gedaan. En dan zie je wel dat het echt een heel intense rit gaat worden. Ik heb er zin in. Ik zal jullie de beelden ook nog even laten zien van beide testritten. Het was trein 1 en trein 2 waarschijnlijk. En ze zijn nu gewoon steeds druk bezig met testrondjes draaien. Maar zoals ik al zei, wij gaan nu gelijk door, gelijk daar naartoe. En dan gaan we er een mooie dag van maken, denk ik. Oh, waar moet ik achter de kijk? Daar zit een pick on the break. Ja, dat is een goed teken. Thank you.
hebben zojuist eindelijk een rit gemaakt in Hyperia. We hebben er een tijdje voor moeten wachten, want je kunt wel nagaan, het is een nieuwe achtbaan. Het is niet zomaar achtbaan ook gelijk. Dus je kunt wel nagaan dat dan gelijk de wachtrij ook vrij lang zijn. Maar ondanks dat hebben we eigenlijk in verhouding niet zo heel lang gewacht. We hadden een langere wachttijd verwacht. Volgens mij is het niet zo heel druk vandaag. Ten opzichte van wat wij eigenlijk van de week een klein beetje in de gaten hielden. We hebben gelijk ook wat dingetjes gehaald in de winkel hier. Want ze hebben hier gewoon hele goede merchandise. Qua pins, sleutelhangers, t-shirts, hoodies. Ze hebben eigenlijk van alles wat. En ook de rit zelf was echt niet normaal. Hij ziet er heel langzaam uit. Maar hij gaat met zo'n rotgang er doorheen. Ja, voordat je weet ben je er alweer uit. En wil je nog een keer. Maar ik had ook toen we op de remmen zaten dat ik gewoon even rust moest hebben om mijn bloed weer een klein beetje naar beneden te krijgen. Want volgens mij had jij dat ook wel een beetje. Ja, het gaat echt bizar hard. Ja. En je hebt eigenlijk bijna niks door van de rit. Op de lift heel na, want dat heb je heel goed door. Want hij gaat omhoog en hij blijft omhoog gaan. Je zit overal ruim bovenuit en dan ben je nog niet eens bovenaan. Ja, dat dus. Je voelt het zelfs in je benen dat die een beetje gaat tintelen, ja. omdat die zo intens is. Ja. Ja, het is echt wel gaaf aan. Ja. Hij staat bij mij ook wel vrij hoog op de lijst. Absoluut. Voordat ik hier naartoe kwam dacht ik van, het is een vrij tamme rit. Ja. Hij gaat niet zo heel snel. En daardoor dacht ik wel van, iedereen is er zo hyped over. Maar dan ben je toch altijd benieuwd van, hoe is dat over langere tijd? Nou, dit is er wel eentje. Die is terecht gehyped, want het is een fantastische rit. En ik denk dat deze ook lang gehyped blijft. Deze blijft lang een liefhebber in Engeland, in het algemeen. Ja, ik weet nog niet waar ik hem ongeveer ga plaatsen in mijn lijstje. Ja. Dat hij hoog staat is dat in hoog het staat, dat is zeker weten. Ja. Ja. Trouwens, over de merchandise heb ik in de winkel niet zo heel veel lopen filmen, want daar is inmiddels genoeg beeldmateriaal van op internet rond te vinden. Ja. Vind ik een klein beetje onnodig om dat hier nog extra bij te zetten. Wat ik wel ga doen is, aan het einde van de dag, als we weer terug zijn in het hotel, denk dat we wel even kunnen laten zien wat we met z'n allen gehaald hebben. Dan heb je ook een klein beetje een idee wat er überhaupt was. Ja. En we horen ook wel dat er heel wat dingen al uitverkocht waren. Want ik heb ook wat mensen met kleding en petjes en dergelijke rond zien lopen die ik niet in de winkel heb zien liggen. Ja, ze zeiden wel dat bij Tidal Wave is er een grote winkel. Ja, dat is de winkel helemaal aan het begin van het park. Daar hebben ze een algemene shop. En inderdaad, daar kregen we wel te horen dat daar nog ruimere voorraden waren. En dat hier gewoon de voorraden wat beperkt zijn. Ja. Omdat het een kleinere winkel is. Jazeker. Ja. Maar wij gaan nu even kijken of we nog een ander leuk souvenirje mee kunnen nemen. En dan gaan we denk ik door naar Colossus alweer. Hyperion.
ze een volgend merchandise gehaald. En dat is, als ik me even vast mag houden van je, de Hyperia Beer. Hyperia, zoals ze het zo leuk kunnen noemen. Zijn genummerd, zijn gelimiteerd, zijn er maar 2000 van. We hebben allemaal een blikje nu meegenomen. Is een IPA bier voor de kenners die het interessant vinden. Als ik thuis ben, ga ik hem ook echt proberen en zal ik er ook nog even wat beelden van maken. Maar ik wil hem met name gewoon even heel houden en voorzichtig mee omgaan. Zodat hij in goede staat ook thuis weer op de plank kan als hij eenmaal leeg is. Want het is toch een leuk collectors item. En zoals ik zei, er zijn er maar 2000 van. Ik ben überhaupt verbaasd dat ze er nog zijn. En ja, voor nu gaan we denk ik door richting, welke ging ook alweer? Het was een eerste Colossus, maar die is heel lang geworden. Dus ik zal even kijken. Stelt. Richting Stelt, dat was hem inderdaad. Ja. En ja, daar zometeen meer over als we daar zijn. Nou, we hebben inmiddels Stelt gedaan, de snelst accelererende achtbaan ter wereld. Hij gaat in 1,8 seconden naar de 130. Dat is een beste snelheid. Het is ook een Lousie met een catchcar gaat zoals het mooi heet. Er zit nog een track onder de baan. En door middel van luchtdruk word je daarmee door dat karretje wat eronder hangt meegetrokken en dan word je losgelaten en dan ga je een spike, een lifthill of deze helling op. Dat is een rotgang dat hij daar naar boven in gaat. Hier bovenin heb je trouwens nog een heel leuk airtime moment waar je echt uit je stoel getild wordt. Als je normaal als je voorin zit, wat wij zaten, ja. En ik raad echt aan, doe je dit soort achtbanen, ga voorin zitten. Want het is zoveel mooier en dan heb je echt pas door hoe hard je gaat. En ja, voor de rest is het gewoon een gigantisch goede coaster, gigantisch goede achtbaan. En zoals ik al zei, het heeft wereldwijd een record. Er was eentje die is sneller geweest qua launch, qua accelereren en dat is Dododompa in Future Q Highland in Thailand volgens mij ergens. Japan. Nee, voor mij was het Thailand of zo. Oh. In ieder geval daar ergens. Die is met accelereren sneller geweest, alleen die is voorgoed dicht. Dat is dit jaar bekendgemaakt. Dus deze heeft gewoon een record. Dat hij het snelst accelererende coaster is ter wereld. En dat merk je ook wel. Ja. Hij launcht gigantisch hard. En je moet echt goed gaan zitten. Want als je hoofd iets naar voren hebt, dan krijg je een beste klap. Ja. Maar wat vond jij ervan? Ja, heavy. Ja. Hij ging echt heel snel. Je voelt echt de kracht als je voorin zit. En de wind natuurlijk in je gezicht. Ja. Maar het is echt groot. Je hebt bijna een bril nodig zo hard als je gaat. Ja. Maar voor de rest echt gigantisch goede coaster. En wij gaan nu weer door naar de volgende en kijken welke het gaat worden. Zeker. Zojuist de Swarm gedaan, een wingcoaster, een beetje in een apocalyptische thema,
Ze liggen overal oude, kapotte ambulances, politietrailers als een operator station of ruimte. Een gebouw waar het dak vanaf is. Dus een beetje dat als thema en dat ziet er wel heel gaaf uit. Ook de muziek die eraan draait heeft daar allemaal mee te maken. Het is net een beetje of je in een zombie gebied inloopt. Zo voelt het ook een beetje aan en zo ziet het er ook uit. De Swarm daarentegen, dat is dus een wing coaster en dit is een van de eerste keren dat ik uit een wing coaster stap en zeg hij is heel gaaf, want een wing coaster heeft altijd gewoon een nadeel. Je zit aan de zijkant van de baan, waardoor het soms gewoon aanvoelt dat de draaiingen en de bochten een beetje geforceerd aanvoelen en niet zo vloeiend zijn. Deze maakt lekker gebruik van dat het überhaupt een wing is, dus je had mooie airtime momenten, maar ook gewoon momenten dat je dus weer naar beneden zakt, dat de andere kant omhoog komt. Dat loopt ook gewoon heel vloeiend weg. Dus ja, complimenten over hoe ze deze baan uiteindelijk hebben neergezet. En dit is tot nu toe voor mij persoonlijk de beste wingcoaster die ik gedaan heb. Hoe heb jij hem ervaren? Ja, heel goed. Ik vond deze ook heel goed. Ook die die in Heide staat is een beetje vergelijkbaar als deze. Ja, maar deze vind ik dan weer wat soepeler door alle elementen heen gaat. Ja, gaat het ding wel wat harder door alle elementen. Ja. Waardoor hij toch wel wat soepeler oogt. Ja. Dus ja, tevreden. Ja, wij gaan nu ondertussen denk ik door richting Walking Dead The Ride. Ik heb er eens een idee van wat het is en wat me een klein beetje te wachten staat. Maar ondanks dat ga ik het gewoon lekker proberen en zal ik jullie vertellen hoe ik het heb ervaren. Inmiddels hebben we weer twee attracties gedaan. Eentje was de Walking Dead The Ride. Eigenlijk gewoon een soort indoor coaster. Helemaal in het thema van The Walking Dead. En de wachtrij was wel lekker gethematiseerd op het moment dat je naar binnen gaat. Er werd al lekker de sfeer erin gebracht. We hebben wat enge gangen wat je dan doorloopt. En dan kom je in een bepaalde hal uit met een slalom erin. En daar moest je even wachten tot je in kon stappen. Volgens mij die hele rit doen. Had wat beter gethematiseerd kunnen worden. Ik vond het thematiseerd daar wat zwakjes. Maar dat was in de wachtrij wel weer heel erg sterk. Daarna kom je uiteindelijk eruit. Dan loop je nog een hele spooky gang door. Daar kom je ook nog wat acteurs tegen die het heel goed doen. En na die interacties met die acteurs loop je nog een hele gang door. Lekker duister en een beetje wel een Halloween-achtig thema. En daarna ga je uiteindelijk weer naar buiten in. Voor de rest, daarna zijn we uiteindelijk richting Nemesis Inferno gegaan, een hangende achtbaan. Daar zit je met vier op een rij, heb ik wat beelden van proberen te maken tussendoor. Dat is een hele mooie soepele baan, ondanks dat die al vrij oud is. En daar heb je dus ook bij dat die vrij snappy is, zoals ik dat zo leuk kan noemen. Hij slingt zelf van links naar rechts heen en heeft daardoor een heel mooi effect. Dus dat doet hij heel goed. Hij blijft lekker qua snelheid doorgaan tot het eind, dus hij heeft niet echt een rustmoment. Dus nee, voor een oud baantje wat het eigenlijk is, is hij heel gaaf en heel goed, heel sterk. Gaan we voor de rest door richting Colossus alweer. Wat vond jij eigenlijk van
The Walking Dead, The Ride en Nemesis. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja, Walking Dead is gewoon goed. Leuke pre-show. Mensen echt stijf. Dat groepje voor ons. Die waren gillend aan het rennen. Die waren echt aan het rennen. Cornier die was nog een beetje aan het schreeuwen. Ja, door jullie. Heel leuk gedaan ook met die. Het is ja, vergelijkbaar met. Movie Park. Van Helsing Factory. Ja, dat is eigenlijk een beetje de wachtreis. Zit ook een klein beetje in hetzelfde sfeertje. Ja. Alleen echt zombie. En hier breiden ze nog iets verder uit door ook echt het verhaal over te brengen. Ja, en als je geluk hebt, dan zijn er ook acteurs aanwezig. Die ook stijp op lijn. Die waren wel bij de uitgang. Die waren inderdaad wel bij de uitgang. Maar wat vond jij nou van de rit zelf? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, het is gewoon een soort family coaster-achtig, een beetje van Helsing. Niet spectaculair, maar het zit er wel wat leuke elementen in. Maar ik vond de elementen in Van Helsing daar wel weer beter. Ja. En de rit zelf ook is van Helsing wel iets intenser. Ja, er wordt veel met schermen gebruikt. Op een gegeven moment wordt met schermen gebruikt waar je stopt. En daarna is het eigenlijk alleen maar van die kooien die naar voren vallen. Ja, en dingen wat gaan klikken en lampjes die gaan flikkeren. Ja. Stemmen die je hoort. Er zit halverwege nog een lift in die een beetje schokbrug doet. Net als die niet in beweging kan komen. Dus een beetje dat soort dingen. Ja. En lange treinen. Dat heeft Van Helsing Factory weer niet. Die heeft treinen voor 4 personen, deze heeft echt wel lange treinen. Ja. En vervolgens Nemesis Inferno. Ja, echt een geweldig ding. Je gaat echt hard door de elementen, ja. Echt een B&M. Hij is gewoon heel desoriënterend daardoor. Want ik hoorde eentje voor mij roepen van dat hij bijna oud ging. Nou ja, het heftig vond ik hem dan weer niet. Nee, ik ook maar niet. Maar ik snap hem ergens wel weer, want hij is gewoon heel desoriënterend. Ja, je weet eigenlijk niet waar je heen gaat. Nee. Je blijft eigenlijk constant... Als je achter zit, weet je eigenlijk gewoon niet waar je heen gaat. Ik had dan nog gelukkig aan de zijkant zag, dus ik kon een klein beetje er langs heen kijken. Ja. Waar ook wel een beetje een indicatie had. Maar zelfs ik vond hem desoriënterend. Ja. Voor de rest, ja, gewoon heel soepel. Net zoals elke B&M. En een mooi baantje. Ja, wij gaan dus nu, zoals we zeiden, door naar Colossus. En dan gaan we kijken wat die doet. Uit Colossus. Dat is die achtbaan. Lekkere time weer. Net of het de bedoeling was. Nee, dat ging helemaal onbewust. Ik zag het wel voorbij komen. Ja, het is een achtbaan die heeft in het verleden een record gehad met de meeste momenten dat je over de kop gaat. Dat kan zijn met een curve, dat kan zijn met een looping. Noem het maar op. En jij weet vast zeker hoeveel het waren. 10 waarschijnlijk, toch? 10. Eigenlijk 10 keer over de kop. Dat is best veel. Maar als je vervolgens kijkt wat voor rit het eigenlijk is, dat draait eigenlijk alleen maar over die momenten dat je rond gaat, over de kop gaat. En dat is, vind ik persoonlijk heel jammer, want het zijn allemaal voornamelijk kurkentrekkers op die cobra rol na en een looping die daar zit. Dus dat zijn 2 dingen die geen kurkentrekkers zijn. Voor de rest zijn alles kurkentrekkers, hardline rollen, hoe je het maar noemen wil. En alles draait ook dezelfde kant op, behalve de laatste voor de remmen. Die draait vervolgens weer de andere kant op. De beugels zijn heel oncomfortabel op de schouders, want het zijn vrij scherpe beugels. En dat zorgt nog een klein beetje dat het een pijnlijke rit is als je wat langer bent. Als je wat kleiner bent zal het wat minder erg zijn, maar als je wat langer bent heb je gewoon heel erg last dat je eigen klein beetje hier op de schouders of op de bos een beetje druk gevoel krijg je helemaal omdat je continu op de zijkant rolt. Dus dat is een beetje jammer. Voor de rest is het wel een hele leuke rit. Als je daar wat kleiner bent zul je daar waarschijnlijk wat minder last van hebben. Maar voor de rest zeg, het is wel een hele fijne rit. Hoe heb jij hem ervaren? Ja, eigenlijk best wel kloten, want ik ben niet zo heel groot. En
mijn oren zitten precies bij de beugels. Ja. Dus het is een beetje een condor dingetje. Ja, de dus oude condor trainer. De oude condor trainer, dus ja. Het was stuiten. Dus mijn oortjes zijn flink groot. En wat zat je dan met de bos? Die beugels die daar beneden kwamen? Ging wel, maar je voelt wel een beetje. Ja. Ja, en zoals ik al zei, je kunt echt merken dat dit alleen maar om die inversies, de overkopmomenten draait. Want aan het einde heb je een rechtstuk zitten, ik heb jullie dat proberen te laten zien. Gaat hij vier keer achter elkaar, rolt hij eigenlijk om. Ja. En dan ga je een bocht door en voordat je remmen gaat, draait hij nog een keer. Dus er zijn vijf momenten eigenlijk al op zichzelf. Ja, ik vond het een beetje jammer. Ja, het gaat ja... ondertussen is het record natuurlijk al verbroken, ja. Door een andere coach hier in Engeland, toevallig. Ja. Waar we ook nog naartoe gaan. Maar ja, deze stond er al een heel tijdje. Ja. En deze is heel tijdje ook wereldrecord gehad. Ja. Dus ja, het is wel... het gaat eigenlijk alleen maar om de gimmick, om de meeste inversies. Ja, nou, dat is eigenlijk wel een beetje. En voor toen die tijd was het een hele mooie rit. Ja. Rijd me niet verkeerd, maar vandaag de dag... Als hij andere beugels heeft, dan denk ik dat hij al een heel stuk beter is. Ja. Maar ook de track zelf heeft gewoon echt onderhoud nodig. Die heeft misschien een renovatie nodig, want die is ook lekker aan het klapperen en lekker ruw aan het zijn. Dus het is ook wel een beetje jammer. Ja, maar goed, wij gaan lekker door richting Zolderij, denk ik. Ja. En hopelijk gaat die beter zijn. Dat zien jullie zo. Wij komen juist uit Saw the Ride. En dat is eigenlijk gebaseerd op de film Saw. Dat is eigenlijk een soort typetje die door middel van tijden een soort spelletje aangaat wat om leven en dood letterlijk gaat. En dat wordt dus ook weer teruggebracht in die hele wachtrij en de hele ride zelf. Dat wordt eigenlijk een klein beetje weer teruggebracht, want je ziet overal soort attributen waar mensen mee gematteld worden eigenlijk een beetje. Tot aan het dood zelf, een beetje die categorie. En overal zie je timers lopen die aftellen. En dat soort dingen eigenlijk. Dus het is heel mooi gedecoreerd, heel mooi afgewerkt. Het thema is gewoon heel sterk. En die pop wat erbij hoort bij Saw, die op die driewielen rijdt, die zie je ook overal weer terugkomen. Ik vind hem heel sterk, heel goed. En ook de rit zelf, het zijn vrij kleine treinen. Het zijn vier breed, twee rijen. Een soort dive coaster. En ja, ook die zijn, de rit zelf is gewoon heel goed. Er zitten weinig rustmomenten in, hij gaat continu door. Hij is lekker snappy, lekker vlot dat hij overal doorheen gaat, alle bochten ook. Ook een klein beetje gedesoriënteerd zelfs, dat je ervan wordt, maar niet zo erg als wat andere coasters doen hier, maar hij is wel... I'm very upset. Hoe vond jij hem? I want to be in the vlog. Ja, ik voel me ook heel goed. Let me be in the vlog. The vlog! Let me be in the vlog. Hello! Hello! Yes! Smash that like button and leave a comment. Follow we posted to all your friends on Bebo. Have a nice day. See you later. Ja, zo gaat het ook gaan. Die wel lekker onderbroken door de medewerkers die lekker de sfeer erin proberen te houden. Maar goed, je was aan het vertellen. Ja, voordat je onderbroken werd. Ik vind zo, zoals alle attracties hier, echt het thema met de attractie is heel goed gedaan. Het is gewoon compleet. Het is echt allemaal compleet. Tot nu toe, waar we echt overal in zijn geweest, is het thema gewoon heel goed. En het is niet...
ik heb er niets op aan te merken ofzo. Nee, de thema's lopen hier gewoon door van het moment dat je de wachtrij inloopt tot het moment dat je de wachtrij of de attractie helemaal uit bent. Ja. Dus het is ook de uitgang van de attractie zelf zijn nog gethematiseerd. Ja. Ja, maar, de rit was goed. Gewoon ja. Een beetje net zoals Volcom. Ja. In Duinrood. Ja, maar goed, wij gaan nu ondertussen door naar de laatste coaster die hier op het park staat. Ik weet even zo niet hoe die heet. Zo, kom ik zo meteen nog op terug. Het is een kiddie coaster. Voor de rest stelt het niet heel veel voor, maar goed. Hij hoort er toch voor ons een klein beetje bij, dus we gaan hem ook gelijk even doen. En ik denk dat we daarna terug gaan naar Hyperia, want in je ritje op Hyperia, dat kun je eigenlijk niet maken. Dus we gaan sowieso nog een tweede rit proberen te doen. We hebben zojuist de laatste coaster gehad, Flying Fish. Het is een powered coaster, een letterlijke achtbaan. Want hij draait achtjes. Hij is wel echt kinderlijk. Hij is wel vrij kinderlijk, zoals ik al zei. Want voor de rest zit er niks aan. Er zit een leuke soundtrack bij. Leuke verwoordingen, echt, wat ze er allemaal bij hebben. Allemaal een beetje vis gerelateerd. Hij is wel vrij krap gebouwd. Want je moet echt wel je handen binnen boord houden. Want die gaat overal heel dicht langs hier. En dan kun je ook echt wel merken dat het echt voor kinderen bedoeld is. Die wat kleiner zijn, onder andere. Oh ja, daarom. Ja. Ja, voor de rest prima coaster om te doen. Hij hoort er voor ons al helemaal een klein beetje bij. En wij gaan nu ondertussen gelijk door richting Hyperia. Voor een tweede ronde. Voor een tweede rit. Nu staat het einde van de dag. Dus kijk hoe die dan ook gaat. Geen idee waar we in de komen te zitten, maar de eerste keer hadden we keus. Tenminste, het was de achtste rij nog beschikbaar. Ze hebben gevraagd of we op de achtste rij mochten en dat was geen probleem verder. Meestal is het ook, als je het maar vraagt, dan kan dat meestal ook wel. Ja, voor de rest gaan we dus vandaag gewoon kijken waar we de tweede rit kunnen doen. En ja, voor de rest gewoon lekker van de rit genieten. Nou, we hebben zojuist nog een tweede keer Hyperia kunnen doen. En wat ben ik blij dat we daar nog tijd voor hadden. De wachtrijen vandaag waren precies lang genoeg voor ons. We moesten wachten. Maar nee, we hebben niet overdreven lang moeten wachten. We hebben geen uren in de wachtrij gestaan, wat we gisteren wel hadden. Maar nu heb ik Hyperia even gewoon goed omheen kunnen laten werken. Ook de rit zelf heb ik nu iets meer van meegekregen. In plaats van dat ik er een beetje verbaasd over was wat dat ding nou eigenlijk deed. Maar dan kom je erachter hoeveel je eigenlijk in de stoel hangt en wat voor hoogte en snelheid je meepakt. Want als je op de remmen aankomt, je voelt gewoon eerst het bloed in je hoofd zitten en dan moet nog even weer terugkomen naar beneden. En ja, dat zeg ik, dat merk je gewoon echt dat die gigantische airtime heeft. Voor de rest gaan we nu even naar het winkeltje in, voor op het park. We hadden geen tijd meer om nog een tweede rondje te kunnen, of een derde rondje te kunnen doen. Dus nu eigenlijk gewoon heen. En ik weet zeker dat ik hier zeker nog een keer terug ga komen. Ook al is het alleen maar voor Hyperia, want die is het gewoon echt waard. Als je in Engeland bent, raad ik echt aan, ga Hyperia doen. Als je van coasters houdt. Je gaat er geen enkel moment spijt van hebben. Maar zoals ik al zei, wij gaan nu voor naar de winkel heen. En ik zie jullie zo meteen nog even weer. Nou, zoals ik al zei, we wouden nog even laten zien wat ik persoonlijk heb gekocht. Dat is om te beginnen Hyperia t-shirt. Van Hyperia wou ik toch heel graag eens hebben. Ik had heel graag ook nog een pet mee willen nemen. Maar goed, was allemaal niet meer. Het was vrij beperkt wat ze nog hadden liggen. Schijnbaar doet de merchandise van Hyperia het gewoon heel erg goed. Ook van nog wat, toch nog een pet meenemen. Dus dat is uiteindelijk Nemesis Inferno geworden. Dat was wel de mooiste pet die er nog tussen lag. En die heeft ook gewoon een heel mooi detail, want in de cap zelf nog staat hij zelfs nog heel mooi een patroon erin. Voor de rest ga ik nu even omkleden en dan zal ik het volgende laten zien. Nou, en als we het dan toch over Nemesis Inferno hebben, heb ik gelijk ook een hoodie van meegenomen. Het is lekker retro gekleurd langs de mouwen en hieronder. En de rug zit voor de rest niet echt wat op. Hij is lekker subtiel, is gewoon een met een rits, dus gewoon een lekker vest, lekker dik. Dus ik denk dat ik er lekker een warm vest aan heb. Ook heb ik gelijk nog een t-shirt van Saw the Ride. Het is een beetje een baggy t-shirt. Schijnbaar valt hij toch iets groter dan ik had verwacht. Maar goed, een paar wasbeurten en hij is gewoon weer normaal.
voorop zit logo geborduurd, want dat is eigenlijk met alles wel, alles is geborduurd. En aan de achterkant is dan niet geborduurd, maar daar staat gewoon nog een hele leuke tekst van Sola zelf. En dan ga ik nu nog één keer omkleden en dan hebben we de kleding gehad. Nee, zoals ik al zei, ik wou nog heel graag wat hebben van Hyperia. Toen had ik een t-shirt van deze variant in de handen. Toen had ik die al bijna bij de kassa. En toen zag ik ineens dat er nog wat achter lag. En dat was de hoodie variant. Ik draag regelmatig wel hoodies, dus dat leek me een betere optie dan een t-shirt. Voorkant staat mooi, de skyline van Hyperia, de naam van Hyperia. En voor de rest is het gewoon lekker subtiel. Die staat voor de rest niet echt iets op aan de achterkant. Een beetje een beige kleur. Ik vond hem wel wat hebben, dus daarom heb ik hem meegenomen. Voor de rest was dat eigenlijk een beetje de kleding. En ik zal nog even wat pins en sleutelhangers laten zien die ik ook nog mee heb genomen. Nou, zoals ik al zei, ik heb ook nog pins en sleutelhangers gekocht, dus daar zal ik even doorheen gaan. Beginnen bij de pins. Dat is deze als eerste van Nemesis Inferno. Mooi gedetailleerd. Vervolgens hebben we de pin van Colossus nog. Daarnaast hebben we een sleutelhanger of een pin van Solid Ride. Deze kan niet draaien. Dat is wel jammer. En voor de rest staat er nog een stukje van de coaster erop. Dan heb ik deze meegenomen van Hyperia. Die waren in verschillende kleuren te krijgen. Ik vond dit uiteindelijk de mooiste. Van Stealth hebben we nog eens een pin meegenomen. Met de voorste trein, de Spike en een beetje reclame en dergelijke van Stealth zelf. Een pin van Torp Park zelf. Dan hebben we nog de Swarm en het reclamebord waar je eigenlijk een beetje doorheen gaat, moet je het voorstellen. En dan hebben we nog een Quantum 20 jaar jubileumpin eigenlijk. Dan gaan we voor de rest van deze pins door naar de sleutelhangers. En dat zijn deze uiteindelijk allemaal geworden. En dan beginnen we gewoon weer bovenaan de sleutelhanger van Torp. Park zelf en dan hebben we Hyperia, vervolgens hebben we nog van Torpark en gewoon wat algemene hangetjes daaraan. Dan hebben we hieronder nog het logo van Stealth op een stukje leer met nog een Stealth dingetje er nog los bij aan. Dan hebben we hier alle grote rides van Torpark zelf aan één sleutel hangen. Waaronder dus de Swarm. Dan is dit. Stelt als ik goed heb. Ik zit even door de camera heen te kijken, dus ik kan het wat moeilijk zien. Dan is dit. Ik moet even goed zeggen. Nemesis Inferno en Colossus. Ik zit even te kijken welke dit nou is. Ja, Stelt. Is toch wel Stelt deze. En nog een clipje en een klein logootje van Torpark zelf. Dan hebben we nog een 20 jaar Colossus sleutelhanger. Dit is dan uiteindelijk de Swarm sleutelhanger met zijn mooie rode oogjes. En over of op deel van deze sleutelhangers, waaronder die dacht ik en die en deze ook, zitten op het ringetje hierboven. Zit nog het logo verwerkt van Torpark zelf. Ik weet niet of het heel goed in beeld is. Maar daar staat nog een tekst op. En dat zit dus op een aantal van de sleutelhangers. Dus ook weer op. Voor de rest heeft Merlin Parken zelf. Hebben ook nog beeldjes van heel veel attracties. En die heb ik ook een aantal van meegenomen. En dat zijn er deze geworden. Dat was van Saw the Ride. Van Saw op het kinderfietsje. Is dit een heel mooi beeldje geworden. Ga ik gelijk eerst even naar deze toe. Want dit is Saw the Ride ook. En dit is van de eerste drop. Staat heel mooi. De trein onderin. En de drop die hier vanaf boven onderdoor gaat. Met het zaagwerk gedeelte. Dan hebben we hier
hebben we Nemesis Inferno met het stationgebouw een beetje hier. En natuurlijk het iconische stukje trek met daaronder nog de trein, hè. Had wat beter kwaliteit kunnen zijn, maar goed, ik ben al lang blij dat ze zoiets hebben. Vervolgens hebben we dan Colossus, die kurkentrek zien in werkelijkheid natuurlijk iets strakker uit dan dat ze zo eruit zien, maar het principe is wel heel mooi en overal staat, zoals bij deze ook, het naamplaatje gewoon erbij op. En dat staat dus hier ook en hier ook en natuurlijk bij die ook. En dat zijn uiteindelijk de souvenirtjes die ik heb meegenomen. Nou, inmiddels ben ik weer thuis aangekomen. Voor het Hyperia. Hyperia bier. Ik heb inmiddels nummer 1434 van de 2000 die er zijn. Ik heb voor de rest geen idee hoe die precies gaat smaken. Ik heb me wel laten vertellen dat het een IPA bier moet zijn. Het staat er niet per definitie op dat het een IPA is. Er staat voor de rest eigenlijk heel weinig op het blik zelf wat het eigenlijk voor bier is. Dus ja, ik denk dat we er eigenlijk maar op één manier achter gaan komen wat dit nou eigenlijk voor een smaak heeft. En dat is denk ik gewoon door hem open te maken en gewoon te gaan proeven. Ik heb hem tijdens de vakantie zelf heb ik een beurs niet open gemaakt, omdat dan de kans op deuken in het blik zelf eigenlijk vrij reëel waren dat dat kon gebeuren. Hij is inmiddels heel hard hier thuis aangekomen, dus hij kan inmiddels ook gewoon open. Ik ga hem daarna lekker omspoelen en hij gaat bij mij ook echt wel op de plank komen en een speciaal plekje krijgen. Want er zijn er nou eenmaal maar 2000 van gemaakt. Dus ik kan er een heel lang verhaal van gaan maken. Maar ik denk dat we hem gewoon gaan proeven. En hij gewoon gaan kijken hoe die smaakt. Ik heb gelijk ook een bierglas er al bij meegenomen. Dus ik zeg, laten we hem open gaan maken en lekker gaan proosten. Zoals ik al zei, het zou een IPA moeten zijn. Ik heb wat geruchten gehoord dat het niet echt naar IPA smaakt. Ik zit niet zo in de bieren. Zoals je waarschijnlijk aan mijn schenkkunst ook wel kunt zien. Dat ik dat hier een heel goed en heel uitgebreid verhaal van kan gaan vertellen. Maar wat ik wel kan vertellen is dat hij wel echt een beetje als een IPA ruikt. Ik drink wel vaak een IPA, maar ook weer niet zo vaak dat ik nogmaals echt heel goed in ben. Dus we gaan hem gewoon proberen. Ja, je merkt wel dat het wel iets van een speciaal bierachtig iets is. Het is geen regulier bier. Maar ik kan ook weer niet zeggen dat het een hele sterke IPA smaak heeft. Want een IPA, zover ik daar ervaring mee heb, heeft een vrij specifieke smaak. Het smaakt niet naar regulier bier. Het smaakt niet zozeer naar blond of naar donker of iets dergelijks. Het heeft echt een hele volle smaak. Een beetje een fruitachtige smaak, om maar even zo te zeggen. Dat heeft deze ook wel een klein beetje. Alleen op een lichtere manier. Ook is het geen zwaar bier om te drinken wat ik tot nu toe proef. Het is ook qua kleur. Hij is wat aan de lichte kant. Hij is niet heel zwaar om weg te drinken. Ik weet ook niet wat alcoholgehalte precies is. Oh, dat is 4%. Dus het is eigenlijk ook voor IPA bier. En voor gewoon bier is het iets lager dan normaal.
ja, voor de rest smaakt hij wel gewoon heel goed. En ga ik hem gewoon opmaken. Ja, weet wel, het is een vrij duur biertje om in het park te gaan halen. Ik ben er deels ook nog verbaasd over dat ze het überhaupt nog waren. Dus daar ben ik alleen maar blij mee, want ze zijn begin van het jaar, sinds opening van Hyperia, zijn ze eigenlijk ook een klein beetje meer begonnen dat het er was. Eigenlijk kort daarna is het volgens mij ook echt daadwerkelijk in de verkoop gegaan. Dus dat er überhaupt 2000 blikken van zijn en dat wij ze nog konden halen in augustus, ben ik heel erg blij mee. En ja, net wat ik zeg, ze zijn vrij prijzig. Is het biertje waard? Nee, totaal niet. Voor dat geld. Maar daar is hij gewoon echt veel te duur voor. Wat we er precies voor hebben betaald, weet ik zo even niet meer. Volgens mij was het iets van £5. Dus ja, het is echt wel een heel duur biertje. Maar je betaalt eigenlijk ook voor... nou ja, eigenlijk voor dit specifieke blik dat hij genummerd is. Dat een collectors item is, daar betaal je natuurlijk ook. Eigenlijk gewoon een beetje voor. Maar ja, ik had qua bier, want het is gewoon via een echte brouwerij gegaan. Maar qua bier, IPA bier, had ik iets meer smaak verwacht. Maar zoals ik al zei, hij is prima te drinken. Hij is wel lekker. Ik ga hem ook zeker opmaken. En hij gaat in ieder geval niet verloren. Dus ik wou dat nog even met jullie gedeeld hebben en nu ga ik denk ik nog even naar het laatste stukje van de video toe. Om vervolgens weer een eind eraan te gaan maken. Maar ja, dit stukje heb ik toch nog even hier opgenomen. Dus vandaar dat het de omgeving er ook iets anders uitziet dan de rest van de video, om er even zo te noemen. Dus ik zeg nog veel kijkplezier met de rest van de video. Zo, inmiddels zijn we dus weer aanbeland waar eigenlijk de dag ook begonnen is. En dat is hier op de brug bij de ingang richting het eiland wat Thor Park is. Ja, we hebben een topdag gehad. Als je hier de attracties ziet, ze zijn van A tot Z gewoon compleet. Thematisatie is, dat had ik verwacht dat het minder zou zijn. Maar als je daar goed naar kijkt, dat is dat zo goed gedaan. Het is zo goed afgewerkt. Zeker. Dat het, nee, het ziet er fantastisch uit. Je gaat echt een beleving in, zoals met Saw onder andere en met bij Walking Dead The Ride was het dus ook zo. Dan ga je van A tot Z, ga je daar echt een heel verhaal in en word je dus eigenlijk een klein beetje in het thema meegenomen. En ja, ik heb me prima vermaakt. De attracties hier staan op een of andere manier weet ze. De attractie waar ik altijd een mindere ervaring mee heb, weet ze hier wel goed te krijgen. Noem maar als voorbeeld een Winkozen. Daar heb je altijd een kant bij, of beide kanten is dat meestal, dat je rare bewegingen, geforceerde beweging maakt. Maar hier hebben ze dan een Winkozen staan die die wel goed gaat. En die wel soepeltjes door alles van A tot Z heen gaat. Stations zijn hier op een of andere manier niet allemaal overdekt. Daar was ik weer eerst verbaasd over. Maar dat geeft niet, ze hebben ze weer op een andere manier mooi als thematisatie gedaan. Ja, noem ook zo eruit als voorbeeld. Die is ook zo soepel, ondanks dat het model zelf vind ik nooit zo heel erg lekker aanvoelen. Die drop meer dan verticaal is normaal altijd een beetje geforceerd gevoel. Heb ik hier ook niet gehad, hier draait die wel gewoon soepel. Nogmaals, hoe ze het voor elkaar krijgen weet ik niet, want hier krijgen ze wel voor elkaar wat andere parken niet voor elkaar krijgen. Maar, Yuri. Ja. Hoe heb jij de dag nou eigenlijk gehad? Ja, geweldig. Ik blijf het zeggen. Het is wel weer een andere ervaring, net zoals Halloween natuurlijk. Ja. Maar het blijft een geweldig park. Operations zijn goed, attracties zijn goed. Eigenlijk nergens over te klagen. En dan hebben we nog niet eens gehad over Hyperia zelf hier op de achtergrond, wat mooi hoog staat te schijnen. Ja, wat een rit is dat. We hebben nu de tweede keer hebben we kunnen doen. En zoals ik al volgens mij heb gezegd, nu ben ik echt gaan focussen op de rit zelf en heb dus de eerste indruk even op me heen laten werken. En dan heb je pas door hoe vaak je uit die stoel gelicht wordt, hoeveel je in die beugels hangt. En dan is het ook nog eens zo dat je aan het einde op de remmen komt en je moet gewoon even het bloed weer uit je hoofd naar beneden laten zakken. Ja.
zo intens is die. Er zit wel een heel erg nadelig iets in en dat is die trambreaks, de magneetremmen, bijna aan het einde. Die rem je wel heel hard af. Ja. Het is een beetje geforceerd, maar aan de andere kant, het moet wel. Want als je dat laatste stuk doorgaat met de snelheid die heeft, dat zou niet goed zijn. Nee, absoluut niet. Dus ik snap het wel volledig. We hebben ondertussen ook nog lekker wat merchandise gehaald. Dat zal ik in het hotel, als we weer terug zijn, nog even laten zien. En ja, voor nu vanuit het park, of meer zeg, voor mij heb ik de hotelspullen al, of de opnames in het hotel al laten zien, voordat ik hier kwam. Maar ja, vanuit hier, vanuit Thor Park, van ons drie, hebben we een topdag gehad. En zeker. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van de video. En we gaan weer op naar de volgende. Legoland. Windsor. Het schijnt het mooiste Legoland te zijn hier in de buurt. Heb ik me laatst wel. Ik weet niet of het echt zo is, daar gaan we morgen achter komen. Yep. Dus ik hoop jullie dan ook weer terug te zien. Maar voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Yes.